Hallo, welkom bij deze scheikunde les over ontledingsreacties, vormingsreacties. Ik ga vandaag eigenlijk alleen even de basisdingen voor de ontledingsreacties bij langs. Een ontledingsreactie, hoe herken je die? Nou, je begint met één beginstof en er zijn meerdere reactieproducten. Eigenlijk heel simpel. Als je een vormingsreactie hebt, is het precies tegenovergesteld. Dan heb je twee beginstoffen, of meerdere beginstoffen en één reactieproduct. Bijvoorbeeld, ons boek gebruikt als voorbeeld calciumcarbonaat, oftewel kalk. Dat wordt verhit en dan ontstaat er ongebluste kalk, calciumoxide, en er ontstaat koolstofdioxide. En de reactievergelijking staat eronder. Die komt straks nog even terug. Daar was hij al. Hij komt direct terug. Calciumcarbonaat, als ik dat verhit, dan ontstaat er ongebluste kalk en CO2. Maar dan moet ik blijven verhitten. Zodra ik stop met verhitten, dan is dat ook gebeurd. En dat kun je zien aan deze curve. Ik begin dus met een bepaalde hoeveelheid energie in mijn materiaal. Als ik dat verhit, dan stop ik daar meer energie in. En vervolgens heb ik in mijn ongebluste kalk en mijn CO2, daar zit minder energie in dan in mijn calciumcarbonaat. Dus het is endotherm, ik moet er energie in steken. Hoe bedoel je dan, waar zit die energie dan? Nou, in de bindingen bij een molecuul, daar zit energie. Meer over bindingsenergieën krijg je in V4, 5 en 6. Kan het ook exotherm? Ja, dat kan. Kijk maar. Bijvoorbeeld natrium of ammoniumdichromaat, waarbij ik in ammoniumdichromaat, als ik daar een klein beetje energie in aan toevoeg, activatie-energie, vervolgens zie ik dat mijn reactieproducten minder energie hebben. Nou, dat is veel stabieler dan hogere energie, dus dat wil wel. En dat gaat dus ook gewoon door. Er komt dus energie bij vrij. Ik heb voor de reactie van ammoniumdichromaat, waarbij chromoxide, stikstof en water ontstaan, heb ik een linkje in de beschrijving gezet. Het filmpje duurt een paar minuten, zou je even kunnen bekijken. Het is een chemische vulkaan, is best wel leuk om te zien, als je ervan houdt. Drie manieren van ontledingsreacties. Elektriciteit, elektrolyse, met warmte, thermolyse en met licht, fotolyse. Elektrolyse bijvoorbeeld, ik heb water, en als ik daar een flinke stroomsterkte opzet, dan ontleedt dat in waterstofgas en zuurstofgas. Daar kom ik later iets uitgebreider op terug. Thermolyse dan. Net al besproken, hier wordt gesproken over een metaalcarbonaat, bijvoorbeeld calciumcarbonaat. Als ik dat verhit, blijft er ongebluste kalk over, de CO2 verdwijnt, gaat door dit buisje en komt in dit geval in het kalkwater uit en reageert daar eigenlijk met de stof die hier ook is ontstaan weer tot calciumcarbonaat. En dan heb ik dus aangetoond dat de CO2 bij ontstond. Maar krijgt dezelfde stof weer terug. Dan hebben we nog fotolyse. Eigenlijk gewoon een toepassing in ouderwetse fotorolletjes. Daar zit zilverbromide op. En als daar licht op valt, dan ontleedt dat en er ontstaat zilver. Dat blijft achter op het fotorolletje en er ontstaat brom. En dat is een gas, dus dat verdwijnt. Waar zilver zit, krijg je dus een zwarte vlek op het fotorolletje. Nou, dat is eigenlijk in het kort deze twee paragrafen. Paragraaf 2, hoe herken je een ontledingsreactie? En paragraaf 3, over elektrolyse, thermolyse en fotolyse. En tot zover deze les. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.